Romeraal. Mooi weggedraaid. Keurig weggedraaid van Heubach. Romeraal, de tijd en de ruimte voor de voorzet. En Ajax leidt met 1-0 na het uitstekende werk van Van der Wiel. En zeker ook van Romeraal is het de Zeeuw die Ajax dan in de 43e minuut toch op voorsprong zet. En dat is verdiend. Mooie aanval. Kijk, dit is mooi gedaan van Romeraal. Je kunt ook zeggen heel naïef en slecht verdedigd van Heubach. Maar dat dan weer voor een andere keer. En dan Romeraal, die blijft goed kijken. Heubach die die vrijtrap neemt. En dan heeft Liesveld het een en ander gezien. Geeft hij geel aan. Ach. En Heubach omdat hij de bal trapt voordat er gefloten is. Lindgren. Hens. En als Heubach nou weer die gele kaart krijgt, dan moet hij er nog af ook. Dit gaat toch wel heel erg ver. Dit is toch dubbelsneu. Van de Wiel, Romeraal. Daar is helemaal vrij toch de mogelijkheid om een beetje geschiedenis te schrijven voor die jonge Eriksen. Romeraal kijkt en geeft hem keurig. Eriksen moet hier scoren. Pothuizen heeft de bal nog. Sibum. Burgzorg. Ook in de jeugd van Ajax gespeeld. Mooi balletje van Burgzorg. Het is 1-1. Ja. Daar is dan dus dat ene momentje. En met een man minder slaat NEC dan toch toe. Sappel. En het is 2-1 voor NEC. Wat gebeurt hier allemaal? Goed, dat je de score niet uitbouwt met een man meer, dat is tot daar naartoe. Dat je de gelijkmaker toestaat, daar moet je eigenlijk al voor schamen. Want dat je er twee om je oren laat krijgen. Overtreding van Sarpong, die moet komen bij Liesveld om ook geel in ontvangst te nemen. De Zeeuw. En die zit er dan wel in. En zo heeft Ajax in ieder geval via Alderwereld de stand gelijk getrokken. De Zeeuw en Alderwereld niet of nauwelijks lastig gevallen, in dit geval door Zomer. Eriksen. Dat is mooi weggedraaid. En hij heeft al een kaart te pakken. Dus hij moet eraf. En dan gaat NEC voort met 9 man. Sarpong. En nu wordt het wel heel erg veel. En dit moet raak zijn. Het is raak. De Jong. Helemaal vrij. En daar staan ze bij NEC elkaar aan te kijken. En uit te schelden. Nou ja, schelden weet ik niet. Maar verwijten te maken dan toch in ieder geval wel. En dan is het dubbelsneu voor de huurling van Ajax gekomen. Richting NEC. En leuk voor De Jong natuurlijk. En uit die vrije trap scoort de helemaal vrijstaande De Jong. Keurig binnengekopt, dat wel. Maar hij heeft er ook alle tijd en ruimte voor.